de laatste repetitie van Bram en zijn band. Dit is Bram. Bram is een van onze luisteraars. Toffe gast, 30 jaar, echtgenoot van Elise, papa van 2 kindjes. En vooral zot van muziek. Zijn eigen band gestart met een paar gasten in het middelbaar. Veel gerepeteerd, opgetreden, jarenlang. Maar nu niet meer, want Bram is ziek. Vorig jaar werd leukemie bij hem vastgesteld. Hij kreeg de zwaarst mogelijke behandeling, maar in december kreeg hij slecht nieuws. Er is geen hoop meer. Bram is terminaal. En toen kreeg ik een mailtje van zijn zus Lien. Lien, jij wilt uw broer graag nog een laatste cadeau geven. Maar zoals je zelf zei, het is zo moeilijk. Wat geeft je aan iemand die nog maar een paar maanden te leven heeft? Ik dacht, je moet daar een herinnering aan geven. Of nog een moment dat hij heel gelukkig kan zijn, dat hij echt kan genieten. En toen dacht ik, met dat mijn broer in een band speelt, we moeten die misschien nog een keer samen krijgen. Of ik wil iets doen rond die band om dat nummer op de radio te krijgen of om ze nog samen te krijgen. Dat hij dat moment, dat gevoel heeft van ik speel hier muziek, ik ben gelukkig, dat hij dat gewoon nog even terug ging hebben. En daarom zijn we vandaag hier. Yes. En wachten we op Bram, die nog van niks weet. Nee. Bram zijn band is The Crew. En dat zijn Stijn. Hey, dag Linde. Puk. Nathan. Ik ben de bassist. En Rupert. En ze zijn toch een beetje zenuwachtig voor wat er gaat komen. Ik denk dat we het niet echt mogen zien als iets van we zien onze laatste repetitie samen, maar gewoon we spelen er samen. We krijgen nog een repetitie. Eerder zo. Want het is dankbaar zijn, denk ik, dat we zo effectief nog toch nog een keer kunnen samenspelen. Daarom hoeft het nog niet een droeve repetitie te zijn. Ja, dat kan heel tof zijn. Bram is vanmiddag ontvoerd door zijn vrouw. Ze had hem wijsgemaakt dat ze naar de wellness gingen. Maar plots staat hij voor de deur van zijn vriend Stijn. En hij snapt er niets van. Waarom moet hij meedoen? Ça va, Lien. Ça va, jongens. Hey, Bram. Dag Linde. Hey. En de rest? Hoe gaat het? Verrassing. Ja. De boys wilden graag nog een keer met u spelen. Als ze dat heel vriendelijk vragen, wil ik je dat doen. Heb je een gitaar? Ik ga een gitaar doen. Ja, of ja. Godverdomme. Zeg, mag ik je kousen een keer zien? Het is een echte. Het is een echte. Gitaren tot op zijn kousen. Fuck, dat is zo lang geleden. Is dat snel? Hoe denkt u dat hij zich voelt, Elise? Oh, jij voelde goed, hè? Ja, Bram voelt zich in de zevende hemel. Is het echt? Ja, heel zeker. En wat zie je? Is dat zie dat hij straalt, want, is wel, like wat hij vroeger was. Wat denkt de genie? Ja? Je maar nog. Geen opmerking? De crew? Ja. Nog een slechte repetitie? Ja.
Ja, met plezier. Deze ga ik meepakken naar Studio Brussel. Ik zal volgende week naar de radio luisteren. The Crew met Life Lessons.